Warface, met name omtrent Live For This, heeft natuurlijk een enorme community. Hoe is dit zo gekomen? Want heel veel artiesten hebben dit niet. Ja, hoe is dit zo gekomen? Ja, eigenlijk is het ook gewoon gestart door de fans zelf. Ja. Het heeft niet de naam Live For This gekregen van de fans. Dat hebben wij uiteindelijk zelf eraan toegevoegd. Ja. Maar de community page op Facebook en zo, dat is echt gestart vanuit de fans zelf. En toen zijn wij er zelf op ingesprongen. En we zagen het ook groeien. En toen zijn we echt gaan denken van, hier moeten we iets mee gaan doen. En daar liggen heel veel mogelijkheden. En dat hebben we nu opgepakt. We staan nu allemaal nog best wel in de kinderschoenen allemaal. Dat we pas één à twee jaar echt mee bezig zijn. Maar ik zie er wel heel veel mogelijkheden in om echt nog dichter bij de fans te komen als het die zijn. Want is dat belangrijk voor jou of voor jullie om echt een connectie met die fans te hebben? Ja, sowieso. Want ik vind het super fijn eigenlijk wat gebeurt ook op de dansvloer. En wat ze ervan vinden. Ja. Kijk, niet dat als er haters komen wat ze zeggen van ja, dat maakt me niet veel uit. Maar echte diehard fans, als ik hun kan begrijpen wat zij vet vinden. Ja. En ik er ook iets aan kan doen, op wat voor manier dan ook. Al gaat het over merchandise of over muziek of over mijn DJ-sets. Dat vind ik heel interessant. En ook leuk om het daar met hun over te hebben. Want ik heb me wel altijd voorgenomen van zonder fans ben je nergens. Nee. Dus je moet het wel echt in ere houden. Ja. En wat is voor jou nou het meest memorabele moment als Warface zijnde? Het meest memorabele moment? Pff, ja, er zijn zoveel momenten. Ja. Ja, het is heel snel gegaan in die 5-6 jaar wat ik nu echt actief ben als Warface. Maar ik denk wel misschien na de release van mijn eerste album dat ik meteen te horen kreeg dat ik op Hardbase mocht draaien. Ja. Dat was wel even een what the fuck momentje van yo. Hoe kan dit zo snel, snap je? Ze hebben je gezien. Je staat in één keer. Maar gewoon dat je gewoon die eer kreeg. Want ik ging zelf altijd ook wel. Ik zeg niet dat Hardbase mijn ultieme face is. Maar het gaat wel even over 30.000 man waar je voor mag staan. En dan als broekie van, wat is het, 20 jaar of zo, 19 jaar. Was er wel even een ding voor me om dat te doen. Vond je dat niet doodeng? De eerste keer? Ja, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben nooit echt zenuwachtig. Ben ik ook nooit geweest. Maar toen was er wel even een momentje dat ik over de dek keek van, yo. Ja. Maar als je playdruk is allemaal weg. Dus in principe, nee, ik kan er wel mee omgaan. Ja. Ik vind het wel een lekker gevoel eigenlijk. En wat kunnen we van jullie verwachten in 2018? Nieuwe tracks, collabs met andere artiesten? Ja, zeker. We gaan, we zijn eigenlijk vol aan de slag. We hebben er nu alweer een stuk of 5-6 op de toonbank liggen eigenlijk. Maar ik wil ze even nog voor mezelf houden. Ik wil het iets gerichter gaan brengen. Niet allemaal tegelijk, zodat anderen ondersneeuwen. Ik wil het nu wat meer gaan brengen. En ook kijken welke tracks gaan die nu echt goed doen. Welke hebben echt veel meer potentie. Daar gaan we meer naartoe werken. En ook qua collabs. Ja, we gaan ook wel een beetje gekke dingen doen. Ook wel met artiesten buiten de hardstyle scene. Daar zijn we wel echt naar aan kijken. Om het ook weer op dat gebied iets breder te gaan trekken. Want jullie doen sowieso wel veel collabs over het algemeen. Hoe komt dit? Zit daar een reden achter? Er zitten wel een aantal redenen achter. Punt 1, omdat we het gewoon echt leuk vinden om met andere artiesten te werken. Omdat je altijd op iets uitkomt wat je niet verwacht. En daarnaast, je kan de track ook veel meer lading geven. Want je kan met twee social media kanalen kan je gewoon die track gaan droppen. Dus het heeft veel meer een groter bereik. Ja, meer potentie. Ja. En jullie als duo, hoe zit jullie dynamiek? Hoe werken jullie zo goed als duo? Ja, hoe werkt het zo goed als duo? Ja. Ik weet niet, het moment dat ik Remco ontmoette, 5-6 jaar, of ja, een jaar langer geleden, op een van mijn eigen feestjes, hadden we gewoon meteen op muziekgebied al een klik. Zo. Ja. En kijk, we zijn totaal verschillende personen, gewoon hoe we eruit zien en waar onze eigenlijke andere interesses liggen, maar op dat gebied is het gewoon één. Ja. En Remco is gewoon echt de man in de studio, ik zit erbij. En hij zit echt de man achter de knoppen van, is dit vet, is dat vet. Dus we maken wel de muziek samen, alleen ik bedien het paneel niet, als ik het zo mag zeggen. Maar het is ook eigenlijk ook nog nooit voorgekomen dat het zo was van, nee joh, wat je nu maakt vind ik echt niet tof. Het gaat ook maar door en we vullen elkaar heel goed aan op dat gebied. En ja, de ene kant ben ik lyrics en schrijver voor een track voor een zangeres of een zanger. En dan maakt hij al de track daarvoor, snap je? Dus zo vullen wij elkaar aan. Want jullie hebben nu ook een paar anthems gedaan. Volgens mij alleen met een ander artiest samen. Zou je nou ook graag nog als Warface los een anthem willen doen? En zo ja, voor welk feest? Ja, sowieso. Ja. Als ik mag kiezen, ja. Kijk, ze zeggen altijd Defcon Anthem, dat is wel eigenlijk een heel grote eer. Maar ik denk ook als ik gewoon Intense of zo mag doen. Ja. Of gewoon, kijk, voor Supremacy heb ik als Warforce al Anthem mogen maken samen met EForce. Maar als ik dan ook gewoon een solo Anthem voor Supremacy mag doen, ja, dat zijn wel de drie.
festivals of evenementen wat ik zou kiezen dan. En over kiezen tussen festivals gesproken, wat is nou je aankomende highlight? Waar kijk je het meest naar uit de komende periode? Natuurlijk naar Supremacy Australië, die is gewoon echt volgende week. Vorig jaar was de eerste editie, was ik ook van de partij. Ja, dat was gewoon zo vet, was spot on. En ze gaan nu dit jaar groter nog naar een vettere locatie. Dus ik kan eigenlijk niet wachten om daar naartoe te gaan. En natuurlijk ook gewoon festivalseizoen. Want ik hou ook echt van het nachtleven. Maar als daar weer de festivals beginnen. En ja, dat vind ik toch wel even ook chillen. Ook even qua tijden, qua ritme en zo. Ja, want heb je een voorkeur daarin? Indoor of outdoor? Ik heb er niet echt een voorkeur in. Ik vind het allebei tof, want ik hou ook echt wel van die donkere zalen waar je heel vet met lichtshows en met visuals en zo kan gaan werken. Maar ik hou ook van het buiten zijn, dus echt de open air stages. Moet wel lekker weer zijn natuurlijk. Ja, Nederland hè? Maar, precies, maar ik hou wel van beide. Ja. Dus ik heb er niet echt een voorkeur van welke van de twee of zo. Want steeds meer indoorfeesten die gaan natuurlijk ook overdag tegenwoordig, zoals volgende week Origins. Je ziet het steeds meer. Wat vind je daarvan? Denk je van dat is een goed idee of toch liever in de nacht? Ja, ik vind dat een goede zaak. Ja. Want ik woon zelf in Maastricht, dus ik moet altijd best wel ver rijden. Ja. En als ik dan vaak moet afsluiten in Groningen, dan ben ik om 11 uur of 11:30 morgens thuis of zo. En om een voorbeeld te noemen, dus niet dat ik dat erg vind, want ik vind het tof. Maar ik denk qua ritmegevoel voor ook nog door de week te kunnen functioneren. Zou ik dat wel nog echt toffer vinden, want de sfeer ligt er niet om. Nee, want het is nog steeds donker in zo'n zaal. Dus, precies. En de mensen zijn ook wat fitter, heb ik het idee. Dus ze gaan echt de hele dag gewoon door, net zoals bij de festivals. En jullie zijn nu gestopt met Warforce. Ja. Is er een idee om los een samenwerking aan te gaan of ligt de focus echt op de solo? Hoe bedoel je, sorry? Nou, met samenwerking bijvoorbeeld zoals E-Force, dat jullie echt Warforce zijn als live act, zeg maar. Mm-hmm. Zou je graag nog zoiets willen doen of heb je zoiets van laat ik nu even concentreren op Warface zelf? Ja, wat je zegt, ik hou echt wel van ook aparte acts starten en zo. Ja. Maar bij Warforce hebben we gewoon besloten om echt te stoppen op het hoogtepunt. Ja. Want, en dan misschien ooit nog een keer terug te komen met iets heel vets, met iets heel nieuws. Maar gewoon, wij vonden het gewoon goed om dat gewoon zo te doen. Ja. En ook wel een beetje het what the fuck moment voor het publiek te doen. Van, stoppen ze nou. Ja. En daarbij ook de keuze, onze solo carrières gingen op dat moment ook super hard. Dus op een gegeven moment gaat een het ander daaronder lijden. Dus we hebben wel besloten, we gaan nu even gewoon full focus op beide solo's. En dan zien we wel weer, want in principe... we kunnen terugkomen wanneer we willen, snap je? Ja, omdat je op zo'n goed moment bent gestopt. Precies, daarom. Laatste vraag, Valentijnskaartjes, heb je ze nog gehad? Ja, ik heb al bijna 10 jaar een vriendin, dus... maar zijn toch altijd secret Eigenlijk niet. Nee? Ik heb van haar wel... toevallig, ik ben teruggekomen van vakantie, gisteren. Toen moest ik door naar een boeking in Helsinki. Mm-hmm. Toen ik thuis aankwam, had ik van haar een ballonnetje gekregen. Ah, want zij bleef wel nog op vakantie. Ja. Dus dat was wel even leuk. Had ik niet verwacht. Oké, leuk. Dankjewel.